Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabantse Dag Update. Straks gaan we een kijkje nemen in de gemeentehuistuin, wat daar allemaal te doen is. Maar eerst terug naar gisteren, waar gisteravond een optreden was van Rock 4 en een verrassingsoptreden van Gerard van Maarzakkers hier in de basisschool De Mijlenbos achter mij. Ja, kan niet hè. Beste mensen, kom eens kijken, boerenburgers, buitenlui. Kom naar Hees, kom eens kijken, want er komt een trek voorbij. Er zijn van alle handen wagens en van alle handen lui. Kom naar Hees, kom eens kijken, want er komt een trek voorbij. De zon gaat nergens, de schoon onder als daar. En nergens is de lucht zo blauw. Er liggen nergens zoveel blaadjes als daar, prima. Dus haal de schoen aan van de zulter. En kan met vlug water hoor, dan gaan we gauw. Ja! Hey, ga mee, dan gaan we naar huis. Een druk bezochte show van Rock 4 gisteravond in Galerie des Beaux Arts. De vier zangers brachten a cappella de show Voices. Ons programma Voices, daarin gaan we op zoek naar de mooiste stemmen uit de internationale popgeschiedenis. There's a fire starting in my heart. Reaching the fever pitch is bringing me out the dark. The scars of your love. Komt in zicht en Iske Schif kreeg deze week vervelend nieuws te verwerken. Ze hebben 22 geweren gemaakt die eigenlijk veel te echt leken. Omroep Brabant maakte er een item van. Ze zijn Pietje precies bij de wagenbouwgroep die vorig jaar de Brabantse dag nog won. En daarom werd onder meer dit Duitse machinepistool tot in de puntjes nagebouwd. En die hebben we 22 gemaakt. Nepwapens. Nepwapens, ja. Ze zijn absoluut verboden omdat ze te echt leken. En inderdaad, de gelijkenis met de machinepistolen MP Schmeisser is overduidelijk. Ja, de politie heeft ze gezien via een foto en die kon direct al zeggen wat het voor wapens waren. Als ik hiermee een winkel instap, dan krijg ik mee wat ik mee wil hebben. En dat is absoluut niet de bedoeling van ons geweest, maar gewoon niet aan gedacht. De politie heeft ernaar gekeken en ze heeft de groep verboden de wapens in de optocht te gebruiken. En gezien het budget van de wagengroep gaan ze dat ook respecteren. Er staat 18.500 euro boete per wapen op of zelfs 9 maanden gevangenisstraf. Dus ze gaan de optocht stil kunnen leggen, ze gaan alle wapens in beslag kunnen nemen. En wij moeten ook van elke cent hebben die we krijgen, dus zoveel kunnen wij niet betalen in ieder geval. We mogen ze aanpassen, dan moesten de kolf eraf, de loop moest eraf en we moesten ze groen spuiten. Ja, dan hou je in principe geen wapen meer over en hebben we maar gekozen van dan maar geen wapens. We hebben ze gewoon teruggekregen om te vernietigen. Bouwgroep Iske Schif zal zondag gewoon present zijn tijdens de Brabantse dag, maar dan zonder wapengekletter. Blijf zonde. Dan moet ik iets openknippen. Daar denk ik. Dan moet ik knippen open. En we gaan kijken of het plek. We doen het samen. Kom, we doen het samen. Of het erop staat. Hier. Vandaag is er een bordje onthuld met de namen van de mensen die 50 jaar al deelgenomen hebben aan de optocht van de Brabantse dag. Allereerst te beginnen bij de dit jaar overleden Toon van Eert. In 2008 was hij al 50 jaar deelnemer. Verder hebben we 5 mensen van de vriendenkring Schenkels. We hebben Jan van der Laar, we hebben Jo Looymans, Cor Schenkels, Piet Schenkels en Chef Schenkels. Ja, natuurlijk een unieke prestatie en daarom bedacht de Stichting Brabantse Dag natuurlijk hun toch nog even te vereeuwigen op deze naambordjes.
een mooie geste, denk ik. En inderdaad, een heel mooi gevoel. Helaas zit de Brabantse dag alweer bijna op. Een overzicht van de activiteiten van de laatste dag. Op de laatste dag van het cultuurfestival, zondag 26 augustus vanaf 11 uur, wederom straattheater, kunst, muziek en vermaak bij het gemeentehuis. Hou er rekening mee dat je dan ook toegang moet betalen voor de optocht diezelfde middag. Ook op zondag 26 augustus om 10 uur in de Sint-Martinuskerk in Hezen het Eindhovens Vocaal Ensemble. Zij brengen a cappella de Missa Sinomin van Palestrina door de ogen en oren van Bach. De toegang is gratis. Nieuw op zondag is vanaf 11 uur de Brabantse dag, zondagmorgen brunch. Onder het genot van heerlijke koffie en warme broodjes genieten van acts en artiesten in de gemeentehuistuin. De toegang is 10 euro en bestel snel, want er zijn een beperkt aantal kaarten. Vanaf 11:30 kun je ook terecht in de Protestantse kerk voor klassieke muziek van Vincent en Janine van Amsterdam. Gratis toegankelijk. En dan vanaf 14:00 de grote cultuurhistorische optocht door het dorp van Hezen. Dit jaar met 17 wagenbouwersgroepen en meer dan 2000 acteurs. De toegang is 8 euro voor volwassenen en 3,50 euro voor kinderen. Mocht je niet naar Hezen kunnen komen, dan is de optocht ook live te volgen via Omroep Brabant TV en internet. De Smoky Midnight Gang sluit de Brabantse dag af met swing, rhythm and blues en boogie-woogie muziek. Niemand kan hierbij stil blijven zitten. Vanaf 17:00 in de gemeentehuistuin. Voor een overzicht van alle activiteiten kijk je op de website brabantsedag.nl. Zaterdag 25 augustus. En het is tijd voor allerlei activiteiten rondom het gemeentehuis. Een van de activiteiten is een kunstmarkt hier voor het gemeentehuis. Achter in de gemeentehuistuin, daar wordt de kindermiddag gehouden. En daar gaan we zo meteen eens een kijkje nemen. Hier zie ik allerlei schilderijen en kaarten. En deze mevrouw die hier achter staat, die kan er alles over vertellen, lijkt mij. Ik kan hier wat over vertellen. Maar waar ik met name iets over kan vertellen, is deze drie doeken van die drie dames. Met twee schildervriendinnen ben ik op een tentoonstelling geweest van Kees van Dongen. Grote ogen van Kees van Dongen in Boijmans van Beuningen. En we waren zo enthousiast. We zeiden we gaan wat naschilderen. En dan onze eigen interpretatie. Nou, hier was het thema dit jaar meesterwerken. Onze meesterwerken, gemaakt naar een meesterwerk van Kees van Dongen. I say 1, 2, 1, 2, 3, 4. Woo! Everybody get down! Grab the table! And dance around! Ja, bodypainten. Zomaar lekker, 's middags op een kindermiddag. Wel een heel aparte ervaring lijkt mij zo een beetje in je blootje hier staan. Ja, ik heb weinig gêne en het is inderdaad gewoon heel leuk om te doen, sowieso al. Een creatie op blank canvas kun je dat noemen. Mm-hmm. Ja, ik sta hier eigenlijk in dienst van iemand, dus dat vind ik alleen maar leuk om te doen. Als je nou helemaal geschilderd bent, dan lijkt mij het zo moeilijk om het af te halen, ja, natuurlijk. Hè? Zonde eigenlijk, hè? Ja, nee, ik heb inderdaad, vorige keer heb ik inderdaad gewoon zo naar huis gereden. En met heel vreemde blikken van passanten als ik in een auto zit met zo'n gesminkt gezicht. En thuis eenmaal aangekomen, dan wil je toch eigenlijk wel graag aanhouden. Maar ja, het moet er toch af, want je moet morgen er toch weer gaan werken. Dus het is wel lastig, ja. Nou, het ziet er in ieder geval hartstikke mooi uit. Dus, en ja, goed, sprekende borsten, die doen het natuurlijk altijd, hè. Ja, laat maar liggen, zo is het goed. Zo is het goed. Doei. Ja, zo sta je op de kindermiddag en dan kom je natuurlijk in contact met de mascotte van de Rabobank, Rabo Rolf. Kijk, hij zwaait al. Is het leuk hier? Toppie! Yes, het komt allemaal goed. Good time.
Marieke, ja, omroepster hier van Functie vanmiddag. Ja. Voor de 13e keer alweer de kindermiddag mee organiseren. Wel een heel aparte ervaring, toch elke keer dat mogen mee te maken, denk ik. Hè? Ja, het is geweldig. En vooral nu het nog droog overmorgen waar we het opbouwen, regende het. En nu moet je nou om je heen kijken, het is geweldig. En ja, we doen het met 5. Ik doe het niet alleen. We doen het met een groepje van 5. We organiseren het elk jaar. En ja, het is altijd super. Er komen 1000 kinderen op af. Dus, ja. En die willen maar één ding, gewoon brood bakken, timmeren, het is geweldig. En zijn er dit jaar ook nog iets bijzondere dingen te zien? Of zeggen we nou, het programma is eigenlijk gewoon zo leuk, daar hoeft niks aan te veranderen? Ja, zeker. Wij waren zelf zo vanmorgen, begon te regenen, kwamen hier allemaal kinderen in de buurt. Meteen hierheen, het brood bakken gaat toch wel door, hè? Mm-hmm. Dus als we dat een jaar zouden schrappen, dat zou geen goed plan zijn. Dus het is een beetje een never change a winning team. En dan is het nog droog en de zon begint zelfs weer een beetje te schijnen. Ja. En dan binnen in de tent is het ook nog keidruk met schminken. Ja, ja, met schminken. We hebben net een extra bank erbij gezet. Maar of er nou 10 of 15 schminkers de rijen blijven komen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk ook om mooi geschminkt te worden. Maar dat kost even tijd, dus dan moet je ook even wachten. Je kunt zonder meer weer spreken van een geweldig succes. Ja, het is echt... Maar ook, ik zeg het nogmaals, mede dankzij iedereen die dat met ons mede mogelijk maakt. Wij organiseren het wel, maar we kunnen het niet zonder de 37 vrijwilligers die hier ook de hele zaterdag bezig zijn. En de voorbereiding tijdens de dag, ook het opruimen natuurlijk. Dus ja, maar iedereen is van harte welkom. Oké, okay. Nog veel plezier verder, dank je. Dank je wel, Jan. Tot zover deze aflevering van de Brabantse Dag Update. Morgen natuurlijk de grote dag van de cultuurhistorische optocht. En kijken natuurlijk sowieso naar de optocht. Maar ook maandagavond bij ons de resultaten en interviews met de winnaars te zien op Horizon TV. En natuurlijk vanavond is het ook nog te zien, Brabantse Dag Update. En zondagavond is gewoon blijven kijken bij Horizon TV. Tot morgen. Houdoe.